Hallo kijkers van Liepte, ik ben Mark en vraag je weer met Hatsfire 4. Volgens mij ben ik hier gebleven bij PvN. Nou, volgens mij, Uruguay hebben we afgemaakt, dus dat is helemaal positief gegaan. En nou ja, ik ben even aan het kijken wat we nu gaan doen, want ik wilde wel een beetje oorlog voeren, maar volgens mij zijn we nu hier mee bezig. Ja. Dus, daarna moet ik ook even gaan kijken wat we daarna precies gaan doen. Ik heb even weer tot en mee. Even zien, oh ja, dan moeten we binnenkort maar eens richting de German Reich kant gaan. Lijkt me wel een goed idee. En nou ja, nu is het gewoon even wachten. Moet ik hier ook maar eens even. Ja, ik ga even de infrastructuur hier even wat verbeteren. Ongeveer 5. Dat zie je ook. Ga ik dus even als eerste de focus op doen. Maar ja, hier wil ik meer de excavation dingen willen doen. Komt er Nederlands bij, hoor. Even zien, hoeveel equipment is in de field? 99%. Dat is heel prima. Blijf ze uitpompen, dat is mooi. Even kijken, hoe zit het met onze marine eigenlijk? Oh. We hadden iets van 29 schepen als ik goed had gerekend. Volgens mij wel. Even zien. Ja, dat is op het moment nog niet echt nodig. Ik doe wel even wat anti-tank erbij. Leopold the Third, to mobilize the military. Interesting, ja dat is zeker interessant. Dat heb ik nog nooit gezien. Adorism, oké. Dit is ook wel handig. Ministry of the Armed Forces. Krijgen we toch wel meer bonussen erbij.
Location. France declared war on Siam. Why? Ziet eruit dat de Siamese misschien wel gaan winnen ook nog. Ze hebben nu in ieder geval twee gedeeltes witte af te snijden. Dat is mooi. En een encirclement. Nice. Dit kan natuurlijk wel een hele goede gunstige ally worden in de Axis. War School. Ja, ik denk dat het deze kant op gaat. En weer een nieuwe divisie erbij. Zo. Ik heb hier een anti-tank bij. Zo. Recovery rate. Deze. En Kesa. Oh ja, daar moeten we die van hebben. Oké. Eigenlijk met Japan meestal zijn ze ook authoritarian, helemaal zoiets zoals ze eerder gewoon altijd fascist waren. Beetje raar, maar oké.
Een klein beetje outdated, maar oké. Granaten deze. Deze. Expedition 2, Expedition 3. Mooi. Zitten ze hun eigen? Ja. Hun eigen faction. Is niet echt slim. Ik heb al best wel veel National Spirits. Dat is wel top eigenlijk. Dat al 1941 is en dat er nu pas een beetje oorlog komt. Serieus? Heerlijk leuke puppet. Zo, een beetje artillery. Nice. Ik heb eigenlijk best wel veel naval bases. Wat eigenlijk niet echt goed is, eerlijk te zijn. Witte USSR, is dat wel een goed idee? Support. Regimental combat teams. Allemaal heel erg goed. Oké. Okay. Ik ga nu deze aflevering afzetten. Niet echt veel interessants nog gebeurt deze aflevering. Maar de volgende aflevering denk ik wel dat het wat interessanter wordt. Als je het leuk vond, geef een leuk verhaal. Zie ik de volgende keer. Later.